hago la 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 la. Yo, kijkers, en welkom terug bij een nieuwe FIFA 15 Ajax Career Mode. We gaan door waar we gebleven waren. Deze aflevering gaan we tegen Excelsior en Arsenal. Oké, top, top, top. Excelsior moet lukken. Arsenal is natuurlijk wat lastiger. Maar we gaan ons best doen zoals altijd. Zo te zien krijgen we geen berichten. We genieten van de winstreek, staat er in het nieuws. Nou, dat zeker. Ook al zijn de winst, de overwinningen de laatste tijd niet echt soepel. We kunnen niet klagen over hoe het gaat. Ik zal even de topscorers laten zien. Misschien is dat interessant. Onze topscorer, Aubameyang, die staat vierde. 8 doelpunten. In principe is dat gedeeltelijk derde dan eigenlijk met Sahar. Maar maakt niet uit. Sivkovic op de 8e plek. Met 7 doelpunten. En dan is Ibrahimovic 5 doelpunten op 13. En that's it, oké. Gaan wij de assist kijken. Daar staat Ibrahimovic eerste. 6 assists dit seizoen. Sneijder op 5 met 3. Gudelje met 3 op 8. En dat... Ah, en dan is daar nog Aubameyang met 2. Op plaats 22. Geen tegendoelpunten. Stekelenburg, 9 en met 2. Ja, dat... Oké, dan... Dat is dat. Nou, gaan we terug. Gaan we het wisselteam klaarzetten. Want ik waar mijn basis toch eventjes voor de wedstrijd tegen Arsenal. En dan gaan we dus met de wissels tegen Excelsior. Let's go. Daar gaan we, Excelsior. Ook al staan met de wissels, dit moeten we kunnen winnen. Let's go. Dat is buitenspel, ik kan zeggen. Dat moest buitenspel zijn, anders staat hij niet zo overdreven open achter de verdediging. Oké, Sivkovic in één keer, schot wordt geblokt. Maar liep wel prima open en Gudelje paaste goed op tijd. We veroveren hier nog even de bal terug. We gaan op zoek naar de volgende aanval. Oh, dat paasje komt aan, Sivkovic moet schieten. Had weinig ruimte. En schiet naast. Jammer, maar een goede kans. Vrije trap voor Excelsior. Gaat natuurlijk naar voren, logisch. Koppen terug. Wat gaan ze hiermee doen? Oh. Uh-oh, gaan we dus ontstaan een schot en dan gaat naast. Bilal hier op de vleugel. Gaan we ervoor geven. Dat is op zich open, maar... Oké, blijkbaar is de verdediging alsnog op tijd bij. Oh, dit ziet er goed uit. Haal maar gewoon uit. Ik had liever eigenlijk die vrije trap daar gehad in plaats van voordeel. Ik vond... Maar goed, cornertje nu. Dus echt klagen kunnen we ook niet. Gudelje, we gaan het gewoon ook met hem nemen. Bal gaat de 16 in. We kopten we... Oh, oké, dat is paniek wegwerken. Nog een corner. Nog een keer Gudelje hier. Bal gaat de 16 in. En dit keer koppen we niet. Oké, hier is Kisna. Die neemt niet lekker aan. Oeh, dat hij dat schot er nog uit kreeg. Cornetje. Gudelje, je corners waren best redelijk. En, nee, dit keer niet. Zinga, we halen ook gewoon uit. Wauw, dat is keihard geblokt. Bilal is er weer langs. Voorzetje geblokt deels, maar hij komt nog aan. Nee. Oh, yeah. Dit is toch gewoon... Dat hoort 1-0 te zijn nu. Dit hoorde echt 1-0 te zijn. Oh, wat een dieptepaas. Dan krijg je dat. Hoe? Ik heb 80 keer op doel geschoten en... Ik snap er niks meer van. Nou ja, we zitten op een winstreeks van 8. Dus misschien moet het een keer weer gebeuren dat we even verliezen of gelijk spelen. 1-0 achter tegen Excelsior. Time for a change. Oh, wat? Nee. Dit even terug in de herhaling daar. Die heb ik... Oh, wow.
Wat gebeurde daar? Andere camera, inzoomen. Wat een fucking... Ik mag niks meer of zo. Via mijn eigen team... Daar kan ik echt... En niet eens, dit wordt 2-0. Oeh. Stekelenburg, houdt ons op de been. Of nou, we staan achter, dus op de been staan we niet meer, maar... Hij houdt het achterstandje nog klein voor nu. Corner hier voor Excelsior. Dit moeten we wegkoppen, goed. Wauw, wat een slap schot. Ja, ouwe, ja! Gelijkspel inderdaad, pak die bal op. Holy. Het staat weer gelijk. Met een beetje geluk kunnen we het misschien nog naar ons toe zetten. En het is over. Gelijkspel tegen Excelsior. We hebben dus niet verder iets kunnen doen na die gelijkmaker. En met een gelijkspel tegen Excelsior gaan we naar de wedstrijd tegen Arsenal. Kijk deze. We hebben één schot op doel gehad. En dat is gewoon een doelpunt geweest. Ik heb er 5 gehad. Wat nog wel meevalt. Ik heb er wel eens meer, maar... Ja. Nou goed. Pure pech, zullen we het maar noemen. En daar is Arsenal. Persconferentie. Ik ga mijn team eens motiveren. Misschien moet ik ze even motiveren. Dat helpt of zo. Geen idee. We zijn in ieder geval door. Ook al zou Arsenal van ons winnen, dan hebben we 8 punten. En we hebben de 9. Dus we zijn hoe dan ook door. En dat is fijn. Waarom gaat hij nou niet verder, man? He? Oh, Sivkovic wil meer salaris, zo te zien. Jij gaat er sowieso in, Vertongen. Het basisteam gaat namelijk staan. Zo, hartstikke idee. Oké, en dan gaan we kijken naar Sivkovic. Mijn contracten trouwens, dat ga ik eventjes checken. We hebben... Ja, hij gaat stoppen. We gaan El Ghazi verlengen, natuurlijk. Zo, we geven hem geen rol voor de zekerheid. Dat lijkt me niet handig. Denzel wil ik ook verlengen. 2 jaar, 35.000 ook. Oké. En Stekelenburg. Laten we het ook maar doen. Waarom ook niet? 1 jaar, 35.000. Hartstikke idee. Zo. En dan gaan we eens even kijken naar Sivkovic. Hij wil dus meer salaris gaan. Nee, helemaal niet. Nou goed, van mij mag hij tuurlijk bij. Ik ga hem wel meer geven. Gewoon bam. Gewoon 2 jaar erbij laten tekenen. Gaat zijn waarde nog eens even omhoog. Zo. Waarom ook niet? Hup. Het basis staat klaar. Ik denk alleen... we gaan Zlatan gewoon erin laten. Hier de topscorers. Voor degenen die dat willen zien. Auba staat tweede van ons. Een tijdje stond Ibrahimovic redelijk hoog. Die heeft laatst niet meer gescoord in de Champions League. Staat 19e met 3 doelpunten. Auba heeft dus 5. Het scheelt er maar 2, maar hey, wat een verschil in de ranglijst. Assist. Daar staat Ibrahimovic wel hoog. 3 assists en op de 3e plaats. Netjes. Hebben we er verder iets in? Ja, Auba op plaats 16 met 2 assists. En dat is het. Geen tegendoelpunten staan we niet bij. En voor de rest gaan we het niet eens verder checken. We gaan gewoon spelen tegen Arsenal. Daar gaan we. Laatste groepsfase wedstrijd in de Champions League. In principe, we zijn door, dus... Het is niet erg als we verliezen. Dus ik ga het niet erg vinden. Tuurlijk, winnen zou leuker zijn, maar... Hey. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Door zijn we toch al, dus we hebben niks te verliezen meer. Dat is het hele mooie. Group stage table. This is the last action for these teams on match day 6. Yeah, you want to go into it and come out. Daar komen de spelers. Wij spelen thuis, dat is wel fijn om in je eigen stadion de groepsfase af te sluiten. Dan gaan we kijken naar de namen bij Arsenal. Eerst onze namen. Maar we kennen onze opstelling wel. Ibrahimovic is de lone striker today.
Komen ze daar de Arsenal-namen eraan. Spelen schudden aan. Daar zijn de Arsenal-namen. Benteke in de spits. Oké. Özil, Cazorla, Sanchez is niet zo bijzonder. Boateng in de verdediging. Volgens mij hebben we dit al een keer eerder gezien. Ik gaf mezelf even een opfrissertje van mijn geheugen. Haha. Maar we gaan beginnen. Let's go. Eerste schot van Arsenal. Recht op de keeper af. Oh, Auba is langs de man. Geef... Wat? Ik wou naar Ibra. Oh! Oké. Ik wou naar Ibra. Dat was de bedoeling. Maar hij besloot hem naar Fischer te passen. En... Hey, het zit erin. Dus waarom klagen? Wel geluk. Kijk hem dan vallen ook. Nadat hij de... Hoppa! De keeper tilt hem even omhoog met zijn hoofd. Hier raad hij. Hey. Maar goed, 1-0 voor. Salah moet hem voorgeven nu. Doet dat. Auba staat daar. Komt niet aan de bal. Ibra naar Fischer. Oh, wat een kut aanname weer. Salah naar Auba. Oh, daar is het veel te druk. Oh, Draxler is los. Haal maar gewoon uit. Oh, en dan Bazour geloof ik die daar niet aan de bal komt in het midden. Corner nu voor Arsenal. Tijdje rustig geweest in de wedstrijd. Nu is hier dus een corner. Arsenal heeft veel meer balbezit dan ons. Dat is iets wat ik wel zeker weet. Maar deze corner, daar halen ze niks uit. Ik werk hier wel rampzalig slecht weg. Maar, oh. Kom op, Auba. Nou, met die snelheid van je er langs. Juist. En natuurlijk missen we. Ik maak helemaal geen ene zak meer af tegenwoordig. Al mijn kansen één op één gaan mis. Ik ben uit vorm. Heel erg. Hoe ik soms win is ook gewoon puur geluk. Ja, hier. Kijk dat balbezit van Arsenal. Holy shit. Weinig kans eigenlijk van beide teams. We hebben 2 schoten op doel. Arsenal 1. Dus ja, vandaar dat het misschien een beetje een saaie wedstrijd is. Maar goed, we gaan kijken hoe de tweede helft gaat verlopen. Oh, daar gaat... Ja, dat is een vrije trap. Kom op. Ik wou zeggen. Niks voordeel. Mooie plek. Ibra die hier klaar staat. Gaan we dat doen met Ibra? Ik heb meerdere opties. Ik kan Draxler ook doen. Maar goed, ik gun het Ibra als hij kan scoren. We gaan kijken. Nee, tegen de muur maar een corner. Oké. Laat tenminste nog een extra kansje uit. Zo kunnen we niet al klagen. Blind die staat hier klaar. Dat doen we dus even niet. Gaan we met Draxler doen. Draxler. Nee, de corner gaat richting Zuma. Er werd ook gewoon elkaar in de weg gelopen. Dan staat hier Blind. Haal maar gewoon uit. En dan zijn we de bal kwijt. Ibra nu. Nu. Ja. Hey. Ibra pakt ook weer zijn doelpuntje mee. Goed schot. En dan staan we nu 2 doelpunten voor op Arsenal. Hey. Kijk. En dan dat terwijl we echt met moeite gelijk spelen tegen Excelsior. Hè. Ik snap het soms echt niet in FIFA. Maar whatever. Ik neem de overwinning graag. 2-0. Dat was een mooie bal richting Fischer. Als hij hem binnen kan houden. Dat doet hij. Oh, in rotje. Er moet wel iemand komen natuurlijk. Ja, dat komt er nu aan. Draxler. Geef hem maar gewoon... Oké, dat is geen goede voorzet. Nou, nog een vrije trap. Van wat verder nu. Ik laat gewoon weer Zlatan doen. Waarom ook niet. We gaan flink aanhalen. We gaan het gewoon proberen. Nou, we halen dan een corner uit. Stoor je me echt die klagen. Van zo'n afstand. Vind ik helemaal prima. Ah, weer Draxler er weer bij. Draxler die gaat die corner nemen. Dan gaat richting Zuma. Maar er komt een keeper tussen. Dan is hier Salah. Haal maar gewoon... Oké, dat doen we ook niet meer. Oh, daar is Draxler. Doe het eens. Oh, netjes hoor, dat schot. Helaas komt het niet aan. En dan... Ah, weer buitenspel. Jammer, jammer, jammer. El Ghazi geeft een balletje naar Salah. Moet voorgeven, wordt geblokt. Kan ik hier nog aankomen? Ja, dat kan ik blijkbaar. Ga terug daarheen. Terug naar... Oh, ik dacht dat Auba vrij stond. Fout gezien van mij. Late vrije trap. Nog wel weer van een hele afstand.
wat van kaart gaat de scheidsgever? Geel. Ik ga gewoon weer schieten. Ik denk dat als ik hem naschiet of zo, dat er afgefloten kan worden. Ik ga gewoon op doel schieten hoor. Ik ga niet extra slecht schieten nu. Dat vind ik altijd zo stom. Klote muur. Huppa, naar achter. Eens even kijken met wie we dit gaan doen. Auba staat er klaar. Ik kan dat met Draxler doen. Ah, we doen het wel gewoon met Auba, waarom ook niet? Nou, daar gaan we. Oh, shit. Gek. Maar het is over, zoals ik al zei. Zoals ik had verwacht. En dan winnen we met 2-0 van Arsenal. Ja, door waren we al mee. Groepsfase afsluiten met een overwinning. Dat is leuk. Hoor je mij zeker niet om klaren. En dan gaan we kijken tegen wie we worden geloot voor de volgende ronde. Natuurlijk weer een leuk budget erbij voor de transfers. En ja, daar is het prijzengeld. Bam, 11,8 miljoen. Hartstikke tof. Wedstrijd tegen Vitesse is verplaatst. Oké. Bedankt coach. Ja, graag gedaan jongen. Graag gedaan. En dan gaan we alvast naar de kalender kijken. Want dan kunnen we zien. Dus Dortmund wordt degene waar we tegen gaan spelen de volgende ronde. Oké. Dat gaat wat worden. Maar goed, dat duurt nog wel even. En deze aflevering is hierbij ten einde. Vond je het leuk? Laat dan vooral een like achter en deel deze video. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie steun. En ik check jullie graag de volgende keer weer. Laters!